Vandaag in Binnen alle jaren een speciale Koningsdag uitzending met het Wilhelmus, twee echte oranje fans en hoe eet je een tompoes. Leuk dat je kijkt naar Binnen alle jaren van donderdag 22 april. Maar nu eerst het Wilhelmus, gespeeld door Sandra de Jong en Douwe Bauma. Renske de Haan is grote fan van het Koningshuis en ze is ook nog eens jarig op Koningsdag. Jazeker! Nou, kijk even naar het filmpje. Ik ben Renske, van Koningsgezin. Ben je daar fan van? Of van alle vier. De 1, 2, dat staat daar ook op. Alle drie. Hadden we Alexander, de zusjes. Een mooie kalender. Ja, Brendan. En ben je al lang fan van het Koningshuis? Ja, toen ze klein waren. De Rakerstein, de Soestdijk, de Wassenaar, dat is ook wel gewoon. En dan gaan ze, in Haag gaan ze naar school toe. En de andere gaat naar, die ene gaat weg. Naar Engeland. En die weet ik wel. Ze zijn nu dit jaar in Eindhoven. Dat hebben de leiders net even gedaan. Nou, die had ten opzicht waar ze kwamen, ik wist het niet meer. Oh, met Koningsdag. Kijk. Dat heb ik zo mooi zien. We hebben Amalia, Alexia. Alexia en Ariane. Toen ze in Amsterdam waren, toen werd hij koning. En jij bent zelf toch jarig met Koningsdag? Ja. Ben je tegelijk met? Ja, Alexander. Op dezelfde geboorte. Zelfde geboortedag? Ja. Dat is mooi. Dus je bent er fan van? En je bent ook nog op dezelfde dag jarig? Ja. Fijne Koningsdag. Gefeliciteerd met je verjaardag, Renske. Roel Tjeertsma doet elk jaar mee aan de Koningsdagoptocht in Beetse Zwaag. Dag, meneer. Ik hoor mij door een 8. Je woont op mij door een 8. En ja. Wie ben jij dan? Roel Tjeertsma. Wat ben jij mooi verkleed? Ja. Waarom ben jij zo mooi verkleed? Aan het filmen? Ja, ik ben jou aan het filmen. En waarom ben ik jou aan het filmen? Koningsdag. Ja, voor Koningsdag. Want op Koningsdag ga je altijd verkleed. Ja. En wat doe je nog meer op Koningsdag? VVN. Volgens mij ga je altijd samen met iemand met verkleden. Met Grietje. Wie is Grietje? Mijn zus. Ja, Grietje is je zus. En wat doen jullie altijd met z'n tweeën? Lopen. Ja, en waar loop je dan? Hoofdstraat. Door de hoofdstraat in de optocht, hè? Ja. En wat heb je daar voor moois? Een foto.
Mogen wij de foto's eens zien? Ja. Kun je daarover vertellen? Ja. Waarom kom je daar? Oh, dat is mooi. Ben je verkleed als non? Ja, ja. Ben jij dat? Ja, ben ik, ja. Ik herken je bijna niet. Nee. Heb je nog een leuke foto? Wat leuk. Ja. En hoe ben je verkleed als? Als vrouw. Als vrouw, dat is leuk. Ja. Vind je het leuk om je te verkleden? Ik vind het leuk, ja. Mooi hoor, Roel. Ja. Oh, heb je daar een prijs gewonnen? Ja. Hebben jullie veel prijzen gewonnen? Veel prijzen, ja. Volgens mij ben je als koning eerste geworden. Eerste geworden. Bij deze, hè? Ja, ja. Toen heb je de eerste prijs gewonnen. Ik wens je een fijne koningsdag toe. Tompoezen eten. Hoe doe je dat zonder dat je vieze handen krijgt? In het volgende filmpje gaan jullie zien hoe jij het beste een tompoes kan eten. Jij gaat ons op de juiste manier laten zien hoe je een tompoes opeet. Ja, zeker. Weet je hoe? Met mes en vork. Ja, ik probeer het, maar hoe? Dat is maar de vraag. Ik probeer het netjes te doen, maar... Ga jij ons laten zien hoe je op de juiste manier een tompoes eet? Ja, van ja, dat ga ik jullie laten zien. Dan doe je eerst die bovenkant eraf. Als het wil, maar het wil wel. En dan pak je die onderkant. Dan ga je die opeten en dan de bovenkant en dan heb je hem helemaal opgegeten. Eet smakelijk. Eet smakelijk, Johan. Sonja. Ga jij ons laten zien hoe je op de juiste manier een tompoes eet met een mondkapje op? Jazeker, daar komt ie. Eet smakelijk. Ja, dat gaat niet zo goed, hè, met een mondkapje. Dit was de aflevering van Binnen alle jaren van donderdag 22 april. En wil je wat laten zien waar jij goed in bent, bijvoorbeeld op je werk of je hebt een leuke hobby, mail dan naar binnen@allejaren.nl en dan nemen wij contact met jou op. We sluiten af met Weerman André en ik zeg tegen jullie tot de volgende Binnen alle jaren. En de komende dagen wordt het iets kouder weer, maar wel mooi droog weer. De verwachting. Morgen, de vrijdag, is het heerlijk rustig weer met af en toe zon, hooguit wat sluierwolken of wat stapelwolken. Met een noordoostenwind windkracht 2 tot 5 en maximaal temperatuur van 9 graden op de Waddeneilanden, het lokaal 13 graden in het zuidoosten van Nederland. Het lijkt erop dat we tot en met woensdag heerlijk weer hebben met af en toe zon, hooguit wat stapel of wat sluierbewolking. Overdag wordt het zo'n 10 tot 12 graden en in de nachten, ja, misschien nog wel wat rond het vriespunt. En dit was dan weer het weerbericht voor Binnen alle jaren. Volgende week donderdag zijn we natuurlijk ook weer. Ik wens je een heel fijn weekend. Doei doei!